DNA krijg je doorgegeven van je vader en moeder. En het wordt doorgegeven van generatie op generatie. Als je kijkt naar de informatie, het bevat informatie over je genetische afkomst. Met andere woorden, met deze DNA-test komen wij erachter waar onze voorouders vandaan komen. Wat we gaan doen, we spugen zometeen dit buisje vol. En dan mengen we het met een conserveringsvloeistof. Dit wordt opgestuurd naar Ierland. Dan hebben we over een paar dagen de resultaten. En voor de duidelijkheid, Morad, waar liggen jouw roots? Ik denk Marokko. En volledig. Dus moeder uit Marokko, vader uit Marokko. Opa, oma ook. Allemaal uit Marokko. Okay. Heb jij iets gehoord waarvan je denkt... Mijn moeder, haar roots Curaçao, dus ja. Caribisch gebied. Mm-hmm. Ik weet dat er ook nog iets van St. Croix bloed in ons nog zit. Nog nooit van gehoord. Dat is ook een eiland in het Caribisch gebied. Dus ja, super spannend. Let's spit. 1, 2, 3, go. Ja. Oh, er drijft iets in. Shake it like a Polaroid picture. Klaar. Dit is klaar. Om verstuurd te worden in een speciale envelop richting Ierland. Dan krijgen we over een paar dagen krijgen we de uitslag en weten we waar onze genetische roots liggen. En zometeen zit hier Maya Christina, want zij gaat samen met onze test doen. Spannend. Mijn naam is Margarita Christina van Elderen. Ik ben geboren in Colombia. In Bogota, de hoofdstad van Colombia, bijna 30 jaar geleden. Ik ben geadopteerd door een Nederlandse moeder en een Nederlands-Indische vader. Ik weet niet zozeer of ik een typisch Colombiaans uiterlijk heb. Ik ben zelf nog nooit in Colombia geweest. Het enige wat ik weet is dat ik ben geboren in Colombia. En ik weet wat aantal dingen wat op papieren staat. Maar ik weet niet van wie bijvoorbeeld mijn huidskleur is, waarvan ik mijn krullen vandaan heb, of mijn neus is, of mijn ogen zijn. En hoe ver mijn roots gaat eigenlijk. En dat vind ik heel erg interessant. Deze DNA-test is heel erg belangrijk voor mij. Ik heb me toch altijd wel een beetje anders gevoeld. En misschien kan dit ook wel weer helpen om nog dichter bij mezelf te krijgen. So, let's do this. Oké, het ziet er nasty uit. This is it. Let's see the result. Geef mij het resultaat. Switchen. Oh, dat is ook leuk. Nee, geef mij. Nee. Ja? Ik ga jou vertellen waar jij vandaan komt en jij vertelt mij. Oké, is leuk. Waar ik vandaan kom. Ja, oké. Okay. Mag ik iets vertellen? Ja. 18% West-Azië. Huh? Ja. Huh? West-Azië? Midden-Oosten, oftewel Syrië, Irak, Saoedi-Arabië en Israël. Bizar. Oké, geen tijd voor. Oh. Oké, minder dan 1% ligt in Amerika. De Native Americans, oftewel de eerste bewoners van Amerika. Minder dan 1%? Minder dan 1%. Okay, dan gaan we door naar het stukje. Ja. Want dat is echt heel weinig. Ja, oké, oké. Punt 2. 1%. Ligt... Waar kom ik vandaan, jongens? 1% ligt in West-Azië, in het Caucasusgebied. Dus Georgië, Armenië en Azerbeidzjan. Oké, 33% ligt in het continent Europa. Waarvan 16% in Italië en Griekenland. 16% in Spanje en Portugal. En 1% Europees-Joods, Oekraïne... Belarus en Polen. Heel lijp. Oké, okay. Next. 3%. Huh? Wat ben ik raak opgedeeld? Is Europa. Ja. 1% Oost-Europa, 1% Ierland en 1% Finland en het noordwesten van Rusland. Huh? Heb je wel eens gehoord? Finland? Ja. Maar heb je wel eens gehoord dat iemand van je familie uit die regio komt? Nee. Ja. Grappig. Maar oké, there we go. Dit is trouwens ook gelijk het laatste van jou. Oké. 49% ligt in Afrika. Ja. Waarvan 45% in Noord-Afrika, oftewel Marokko, Algerije, precies. 2% is verdeeld over landen in het zuidoosten van Afrika, Zuid-Afrika, Zambia
en Tanzania, 1% in Senegal en 1% in Mali. Wauw. Gewoon, I'm an African gewoon. Sowieso. Sowieso African. Sowieso. Nou, oké. Okay. Dan komen we bij de overige 95% aan van Shai. Want ja. Waar kom jij voor het grootste gedeelte vandaan? Ik ben echt benieuwd. 35% ja. Komt uit Nigeria. Wauw. 33% komt uit Benin, Togo. En 20% Ivoorkust, Ghana. Echt? Ja. Wauw. De overige percentages zijn verdeeld over Mali, Senegal, Cameroen, Congo en het zuidoosten van Afrika. I am fully African. Ja. Gewoon volledig. Gewoon Afrikaanse. Gewoon één Afrikaanse. En ik heb dus ook en Joods en Syrisch, maar vooral Afrikaans ook. Ja. Nigeria, Benin, Togo en wat zijn er nog meer? Ghana. Dat zijn wel de drie waarvan twee de grootste slavenposten. Nigeria en Ghana. Dus op die manier kun je het allemaal uitleggen, dan zeg kun je maar. Het uitleggen. Ja, precies. Ja. Oh my god. Ja. Kom hier. Wauw. Wauw. Gewoon een full blood African woman gewoon. I love it. Nu Maya, hè? We kunnen haar niet meer... Nee, we gaan haar halen. Nu Maya. Huh? Really? Wauw. 5% West-Azië. 2% maar in het Midden-Oosten. Syrië, Irak, Saoedi-Arabië, Israël. En 3% in het Caucasusgebied. Georgië, Armenië en Azerbeidzjan. Heel bizar. Okay, can I go on? 20% continent Afrika. 10% in Benin, Togo. En de overige percentages zijn verdeeld over Zuid-Afrika, Zambia en Tanzania. I got a bit Afrika in me too! Ja, dit wist ik wel. Ja. 32% ligt in Amerika. 32%. The Native Americans, oftewel de eerste bewoners van Amerika. Ik hou me in, hè? Oké, next. Hè? Oké, maar dit had ik echt totaal niet verwacht. Wow, ja, de ene had ik wel verwacht en de andere niet. 43% Europa. En dan 32% Spanje en Portugal. En de overige percentages zijn verdeeld over Engeland, Italië, Griekenland en Ierland. Jeetje. Super. Ja, ja. Toch? Super. Wat ga je met dit blaadje doen? Ik ga ermee slapen, denk ik. Ja, die kussen leggen, zou ik ook doen. Dat was hem, onze DNA journey. Ja, man. We are family. Yeah, yeah, yeah. All my brothers, sisters and me. Woo. And me and she and he.